taal, dan moet die hierop staan. Nou, er is niet meer, denk ik. Ja, zo. Dat is een theezakje, daar ga je geen koffie bij doen. Goedemorgen iedereen. U weet, de Gemara is een combinatie van, moet je dat noemen, geloofsfilosofie en wiskundige benadering van de tekst. De wiskundige benadering van de tekst is altijd heel erg wiskundig. Ja. Wiskundig. Wat is dit? Dit is de tekst. Wat is dat? Die heb je me gisteren gestuurd. Ja, maar die heb ik nog niet nodig. Heb je die van vorige week nog? Die wordt helemaal gelukkig. Maar die heb ik anders wel. Die staat ook. Oh ja, dat is niet. Zo zijn er niet. Nou ja, laten we hem zo maar zeggen. Wat is dit dan? Dat is je schema. Van nu? Ja? Ja. Ja, dus kun je het groter maken? Wacht, zie jij dan niet? Want dat, maar ik kan het wel share screen doen, dat zij het wel zien. Oh, wacht even. Ja, ze hebben maar één nodig, ja. Ja. En dan share screen, daar staat er. Share screen. Screen. En nu? Ja, ik weet niet waarom dat nou weer niet gaat. Doet hij het niet? Nee, doe het niet. Dat is heel erg. Dat is heel erg. Ja, nou goed, het zijn een paar die dan bijvoorbeeld. Nee, moet niet meer. Niks aan doen. Ik geef het aan jou. Ja. En, maar ik kan het wel zien. Ik kan het wel zien. Nee, ik kan het niet zien. Ja, dan moet ik het even terug doen. Even terug doen op jou. Oeps. Alsjeblieft. Ja, nu moet het. Ja. En de tweede? De tweede is. Even kijken. De tweede is deze. Nu moet je deze indrukken. Ja? Dit is de tweede en dit is de tweede. Ja? Dan moet je daarop drukken. Ja. Oké? Okay? Als roept u dan maar. Ja. Heb ik nou een briefje? Ja. Ik had u beloofd dat ene stukje Gemara die we vorige week wel even hebben doorgelezen, om die in schema te brengen, want dat is anders. Als je dat niet doet, kun je dat niet volgen. En het is, ja, dat is natuurlijk altijd het punt bij een Gemara, een schema van een bepaalde redenering. Ja, dat is een kwestie van denken. En ik zeg altijd, dat is het leuke van Gemara leren. De verhalen en de filosofieën. En dat is één punt, dat is ook heel, heel interessant. Maar dit is qua denken is dit wat meer prikkelend. En we gaan dan terug naar de... We gaan dan terug naar de tekst die ik u heb gegeven op Daf Yud Dalet. Voor degenen die hier niet aanwezig zijn, Yud Dalet. En dan, even opzoomen, ik heb het dus hier. Yudalet Amud Alef, Yudalet A. U hebt dat op het stencil van de Gemara. Dus niet op het stencil van het handgeschreven schema, maar op het stencil van de Gemara. Yudalet A. En dan precies in het midden, ziet u staan aan het begin van een regeltje, Mimedina Tayam. Hebt u dat? Precies in het midden van de DAF. Maar misschien twee regeltjes lager. Dat is een dubbele punt. Dubbele punt, daar staat Teku. En dan staat verder Medina Tayam. Hebt u dat? Ja. En dat Medina Tayam is dus een citaat van de Mishne.
En die Mishne die heeft dus de uitspraak gedaan van degene die komt, wie mag zich op Cholom Moed scheren. En dat is dan punt 1 van de Mishnah, degene die komt van een verre reis van het buitenland. Medina Tayam is een uitdrukking voor het buitenland, als je Israël als het homeland aanneemt. Dus degene, zegt de Mishnah, die dus komt uit het buitenland, die heeft, daar komen we dus op te spreken, die heeft vaak geen tijd. En moet hij die tijd wel maken of niet maken, maar in principe zou hij zich niet mogen scheren. En de reden daarvan is, dat herinnert u zich van de vorige week, hoop ik, de reden van dat hij dat niet mag is, omdat de mensen kennelijk in die tijd gewoon gezegd hebben, nou weet je wat, het is Erev Yontef, ik heb zoveel te doen, ik maak mijn werk af en dan scheer ik me wel op Yontef. En het gevolg was dat de mensen op Yontef zelf er niet verzorgd uitzagen. En dat is geen COVID voor de Yontef, zoals we vaak gesproken hebben. Het is net als het een COVID is, om als je gaat davenen behoorlijk gekleed te zijn. Zo is het natuurlijk ook een speciaal een mitswe om met Yontef er verzorgd uit te zien. En als dat dus gewoon niet kan gebeuren, omdat de mensen dat de tijd er niet voor nemen. Daarom heeft men ingesteld dat men dus zich niet mag scheren op Cholom Moed, om mensen dus op die manier, moet ik zeggen, te entameren, om dat op Erev Yontef te doen. Oké, goed. Dan zegt, en nu komt een hoe je nog gewoon, dit is gewoon een denkkwestie. En daarvoor heb ik u twee met de hand geschreven stelsels gegeven. En dan moet u even om te beginnen nemen, dat papier waar geen 1 staat een 2'tje op, en op de eerste staat niks. Als nummer. En dan moet u nemen waar niks op staat. Ja. En dan zegt dan lees ik even de Gemara met dat stensel. De Gemara zegt hier, matnit niet de lood Rabbi Yehuda. Deze Mishne, die zegt van ik mag mij op Cholom Moed niet scheren, die kan niet uitkomen, zegt de Gemara, volgens Rabbi Yehuda. De Tanya, want we hebben een braise. En u weet, een braita is eenzelfde. Qua sterkte, hè? De Mishnah is sterker dan de Gemara. De Gemara mag niet in tegenspraak zijn met de Mishnah. De Mishnah is een hogere autoriteit. Een Braita is ook een soort Mishnah-verzameling. En die heeft dezelfde autoriteit als de Mishnah. En Rabbi Yehuda leert in een Braita. Rabbi Yehuda Omer, Haba Memedinat Hayam, Loye Galeach, degene die komt uit het buitenland en die mag zich op niet scheren op Cholom Moed, mipnei sheyatza shelo birshut. Omdat hij is gegaan, en dat shelo birshut, wat betekent dat? Shelo birshut, dat betekent hij heeft eigenlijk geen reden gehad om die reis te maken en zo laat voor Yontef terug te komen. Ik kom zo door op de Gemara, zal zo uitleggen wat het teken. Amarava, wat betekent dat? Hij is zonder dat hij eigenlijk mocht, is hij zo laat teruggekomen. Amarava, lashut. Dat is, hij is gegaan. Rava zegt, je moet het zo zien. Wanneer iemand gegaan is naar het buitenland, lashut, dat betekent voor vakantie. Lashut, gewoon, let er een beetje sightseeing. Divya kol asur. Dan is het zo dat iedereen zegt dat mag niet. Kijk, als je alleen maar voor je plezier gaat, dan kun je ervoor zorgen dat je op Erev Yontef op tijd thuis bent. Maar limzonot ga je, omdat je gewoon, je moet voor je panassa gaan, want je hebt niet anders voldoende om te eten. Werkelijk niet, je moet echt zorgen dat je panassa hebt. Dan divya kol Mutar, dan is dus het zo dat het iedereen zegt, dat mag wel. Dus de Gemara maakt een, wat Rabbi Yehuda zegt, daar wordt een verschil gemaakt. Dus ga ik voor mijn plezier, dan heb je geen reden om zo laat thuis te komen dat je je niet voor Yontef klaar kunt maken. Ga je omdat je echt, je hebt nodig je panassa, anders heb je niet te eten. Dan zeggen we, je mag het wel. Want de echte
een echte issoer in die zin van een verbod van de Torah is er niet. Hiermee. Maar het komt toch in deze tijd niet meer voor dat je niet te eten hebt? Oh nee? Nou, dan kan je de kost spelen. Ook in wel Amsterdam. Hoor, wel, wel. Ook in Amsterdam, heel veel families jawel, die jawel. Te eten hebben en die elke Shabbos of door de week eten krijgen. Ja, zijn er wel hoor. Hè. Ja. 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 Maar goed, even if, dan spreken we van die tijd even. Ja. Lo nechleku, wat is dan de, wat is dan de, wat is dan de, wat is de ploekte, wat is het meningsverschil? De meningsverschil is als iemand op reis gegaan is, le harvaga. Harvaga, daar zit het woordje rebag in. Hij is gegaan, hij heeft wel genoeg, maar hij wil, het, hij wil wat meer verdienen. Hij wil de... Ja, precies, hij wil meer. Dan is er een, dat is, dan zegt de Gemara, maar met damele kilasu, de ene die vergelijkt iemand die dus alleen gaat om wat meer te verdienen, met alsof hij gaat op voor zijn plezier, zeg maar. Hè? Dus iemand die gaat op vakantie, maar hij neemt toch ook gelegenheid waar om daar met iemand zaken te doen, et cetera. Omar me dami lele me zo not. En de ander zegt, nou ja, hij wil toch wat iets bijverdienen. Ik vergelijk het met me zo not. Ja? Oké? Okay? Dat is de uitspraak van de Gemara. Dus, even op het schema van mij. De mission zegt, Haba mimendina tayam mag zich scheren. En Rabbi Yehuda had gezegd, Haba mimendina tayam mag zich niet scheren. Ja? En waarom zei Rabbi Yehuda, hij mag niet scheren? Omdat hij niet, hij is gegaan, Shelo Birsut. En dat Shelo Birsut, dat verklaar ik als zijnde, hij is gegaan, zegt Rabbi Yehuda. Namelijk, er is een ploekte tussen Rabbi Yehuda en de Rava zegt, er is een verschil of ik ga voor mijn plezier, of ik ga echt omdat ik het nodig heb. En de ploekte gaat erover waar ik ga om wat bij te verdienen. En daarbij is de mening van Rabbi Yehuda, het is verboden. En van de Chachamim, het is toegestaan omdat ze dat harwaga, dat rewag, dat verklaren zij als zijnde, hij is uitgegaan naar buitenland om misschien wel een beetje sightseeing te doen, maar gelijktijdig ook iets te bij te verdienen bij zijn dagelijkse parnassa. Daar gaat het dus nu om. Nu zegt de Gemara het volgende. Amar Rabbi, Nirin Devre Rabbi Yehuda, Kishayatza Ler Soet. De woorden van Rabbi Yehuda, die gezegd heeft, je mag je dus niet scheren op Chol HaMoed, dat Kishayatza Shelo Birsut, dat moet ervan spreken, als hij gegaan is, Shelo Birsut, zonder dat hij had gemogen. We deden Gagamim, en de Gagamim, waarvan we geconcludeerd hebben dat ze zeggen, Kishayatza Birsut, hij had wel mogen gaan, dat is maar... Dat is het andere uiterste. Maar Shelo Birsut, wat is Shelo Birsut? Ilema Lashut. Zeg je Shelo Birsut. Hij is uitgegaan om op reis te gaan. Lashut voor vakantie. Hamarte Vreakol Asur. Daar heb je toch gezegd, dan moet hij op tijd terug zijn. Dan moet hij zich kunnen scheren. Dan moet hij op tijd terug zijn. En dan mag hij zich zeker niet op Galomeet scheren. Wel alim zonot. Dan zeg je... Hij is Shelo Birsut, betekent hij is uitgegaan om echt, hij had niks te eten. Waar maakt hij Kol Mutar? Dan zegt toch iedereen, het is toegestaan. Ella Pshita, je kunt niet anders dan zeggen, het meningsverschil kan alleen daarin zitten, dat Shelo Birsut is iets wat je naar beide kanten kunt uitleggen. Dat Harwaga kun je naar beide kanten, dat is Harwiach, namelijk, dat is dus, Hij heeft het niet echt nodig, maar hij wil bijverdienen en hij combineert dat met zijn vakantie. Ah, goed. Zegt de Gemara, als je dat zegt, dan komen we in moeilijkheden
als je de Braita wilt uitleggen, en dat, dan begrijpen we Rabbi Yehuda niet. Want, Ema Sefa. Kijk naar de Sefa. En dan moet je eigenlijk kijken naar het volgende. Is het tot nu toe duidelijk wat ik gezegd heb? Want het is een beetje ingewikkeld. Ja? Nu zegt het Ema, de Sefa van die Braita die Rabbi Yehuda citeert, is het volgende. Merin divrei chachamim kishayatza b'rshut. Zeg dat de woorden van de chachamim die gezegd hebben, je mag het wel, dat die spreken van als je kishayatza b'rshut, je bent met toestemming gegaan. Mai b'rshut, wat is dat b'rshut? Inima lemzonot, dan kun je, zegt iedereen, dan heb je niet nodig om te zeggen, de chachamim zeggen zo, en Rabbi Yehuda zegt zo. Dan zegt iedereen, het is mutar. Ella laharba ga. Het moet dus spreken van, hij gaat met een dubbele bedoeling. Waamart nerin de Rabbi Yehuda baha. En je hebt gezegd, de woorden van Rabbi Yehuda zijn daarmee in overeenstemming. En dat kan niet kloppen, want als u kijkt op schema 1, ziet u helemaal bovenaan, waar staat links met die accolade, ploekte, het meningsverschil is tussen Rabbi Yehuda en Chachamim. Daar ziet u staan dat Rabbi Yehuda zegt wat? We spreken van Harwaga. Harwaga betekent, hij is gegaan voor plus, dus eigen vakantie, plus iets bij te verdienen. Als ik Rabbi Yehuda zeg, Harwaga is Assur, dan kan ik hier niet zeggen, dan kan Rabbi Yehuda nooit gezegd hebben, de woorden van Chachamim volgens de Sefa, volgens die laatste Braita, leg ik uit, het is niet Assur, maar het is Mutar. Dat kan toch niet? Hij spreekt zichzelf dan tegen. Ja? Is het, ja? Hij zegt, in de eerste instantie hebben we geconcludeerd, het kan alleen maar zijn, als ik op het eerste schema 1, helemaal bovenaan, het kan alleen maar zijn dat Rabbi Yehuda zegt, Rabbi Yehuda bedoelt te zeggen, dat je mag je niet scheren, dat spreekt van Harwaga. En het laatste, tweede schema, moet je concluderen dat Rabbi Yehuda zegt, dat je Harwaga mag je wel scheren. In andere woorden, wat zegt hij nou, Rabbi Yehuda? Mag het nou wel of mag het nou niet? Want dat het over Harwaga, over die tussen soort van reis gaat, dus een reis van een combinatie van vakantie en een beetje panose, daarvan spreekt het. Dat moeten we in ieder geval zeggen. Want als we zeggen, het spreekt van, iemand gaat op reis om echt geld te verdienen, omdat hij niks te eten heeft, zegt iedereen, hij mag zich op gaan om mee te scheren, want hij kan niet eerder terugkomen. We geven hem de benefit of the doubt, dat om zijn geld te verdienen, heeft hij meer tijd nodig. En dan mag hij het doen. En als hij gaat alleen op vakantie, zegt iedereen dat hij mag het niet doen, want we moeten eerder terug zijn. De ploegte gaat over Harwaga. Chachamim zeggen ja, Rabbi Yehuda zegt nee. En volgens die laatste opvatting van de Braise kom ik uit, kan ik niet anders dan uitkomen, dat Rabbi Yehuda zegt hierheen mag wel. En dat kan dus niet. En daar geeft de Gemora nu een antwoord op en zegt, Hagi Ka'amar. En dan heb ik het tweede schema, ziet u dat ik het woord Le Rabbanan daarin gezet heb met grote blokletters. De Gemara komt nu tot een oplossing en zegt, ja, ik geef een oplossing. En die oplossing is een hele goede oplossing. En namelijk, hoe moet je die tweede Sefa lezen? Dat die tweede Sefa is niet de oplossing van Rabbi Yehuda van zijn eigen mening, maar de tweede oplossing is een oplossing die zegt Rabbi Yehuda, gefocust op wat de Chachamim bedoelen. Ik, Rabbi Yehuda, zeg nu, ik zie het niet meer. Ik zie alleen 1. 2. Nee, is het 2? Dit is je schema. Ja, nu tweede schema. Dit heb je. Nee, tweede schema. Oh, dan moet je door.
Wacht eventjes. Nee, dat deed hij ook al. Die had je onder elkaar, dus het is 2-4. Ja, ja. Zeer schreef, kijk. Nerin, de Nerin Rabbi Yehuda Kishayatsa Bereshut, zit op bladzij 2. Dat betekent niet, Rabbi Yehuda zegt, ik ben het ermee eens dat hij gegaan is Lo Bereshut. Dat kan niet. Je moet het zo lezen. Nerin Rabbi Yehuda, ik Rabbi Yehuda zeg, het klopt volgens de mening van de Chachamim, dat wanneer hij uitgegaan is, Shelo Bereshut, ja, en dat is dus voor vakantie, dan zeggen de Chachamim, ja, daar ben ik het wel mee eens, dat het niet mag. Maar wanneer hij gegaan is voor echt om eten te kopen, omdat hij niet eet, dan doet hij het wel. Maar zegt de Rabbi Yehuda, dat is geredeneerd vanuit het standpunt van de Chachamim, zoals de Chachamim, zie schema 1, uitleggen wat betekent Shelo Bereshut. Want als je dat anders uitlegt, als je niet zegt dat Rabbi Yehuda dat zegt in de redeneringstrand van hemzelf, dan kom je niet uit. Want hij zegt, Harbaga is asur, verboden. Alleen als je zegt, ik redeneer even, ik Rabbi Yehuda zeg nu, als je redeneert via de Chachamim, die gezegd hebben dat Harbaga is toegestaan, kijk schema 1, dan kom je inderdaad zo uit zoals de tweede Braisje het zegt. Maar het is niet mijn mening, mijn Rabbi Yehuda. Dat is de gang van de Gemoren hier. He, dus je hebt een uitgang 1, daarvan kan je niet anders zeggen dan Rabbi Yehuda zegt dat Harbaga is asur. Hij gaat voor zijn plezier plus panos het samen, is toch verboden. En in de tweede braise, daar kan je niet anders concluderen dan dat je eruit komt met die woorden, want die spreken volgens de Rabbanan dat het moeder is. Nou, dat kan nooit Rabbi Yehuda zijn. Dus hoe kan ik Rabbi Yehuda toch sluitend maken, zonder dat hij zich tegenspreekt, door te zeggen dat die tweede braise, die zegt hij niet uit eigen naam, want dan zou hij zich tegenspreken. Maar die tweede uitspraak, die zegt hij, dat zo redeneren de Chachamim. Nerin, het komt uit volgens de Chachamim, dat het zo geleerd moet worden, zoals de tweede het schema het aangeeft. Ik hoop dat het duidelijk is. Het is... Dat zou je kunnen zeggen, ja. Dat zou je kunnen zeggen. Wat is de hoofdreden? Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Als je iets doet, als jij op reis gaat voor vakantie, dat doen een boel mensen, en ze combineren dat met een zakelijke ding, dan kun je die reis fiscaal. Ik ben zelf een keer geweest, ben ik vakantie geweest in Zwitserland, en toen was daar, toen was ik in het Joods hotel daar, en er was een mijn bekende orthopeed van Amerika. En die zei, luister eens tegen mij, hiernaast in het grote hotel hiernaast, daar is een congres van Amerikaanse doktoren. Dat zijn niet doktoren van één discipline, dus niet alleen chirurgen of keel- en zoorartsen. Dat is een groep artsen. En wat hun verbindt is, dat zij zijn allemaal, ze hebben allemaal een vliegtuigje. Flying doctors in Amerika. En die hebben een congres hier. Als jij nou daar een voordracht houdt, en je kunt laten zien dat je dat doet, dan kun je... Dus ik heb toen over een cardiologisch onderwerp, heb ik daar een voordrachtje gehouden. En daar hebben ze me heel vriendelijk voor bedankt. En ik kreeg toen, ik heb er nog thuis, een heel, heel mooi op hout ingegraveerd, dat ik erelid was geworden van de American Flying Doctors. Ook zonder vliegtuig, ja, ook zonder vliegtuig. Maar toen heb ik met Marcel Wikkelen, Marcel was ik toen heel goed mee, die woonde om de hoek bij ons. We hebben er wel een paar vlieglessen genomen. Ik werd daardoor geïnspireerd door dit. Ik heb van toen in de Cessna hebben we een heleboel vlieglessen, tot aan je brevet toe, maar dat hebben we toen niet gedaan. Maar dat is vreselijk duur. En ja, als je een brevet had gehaald om het bij te houden, dan had je per jaar ettelijke uren, vlieguren moeten hebben. En dan moest je dus een
Dus dat was nog niet zo erg. Moest je een Cessna huren, maar je moest, dat deden we van oude Schiphol. Het oude Schiphol. En dat, daar moest je stijg, opstijg en landingsrechten betalen. Ook als je een klein vliegtuigje had en zo. En je moest de brandstof betalen. Alles. Het kwam heel duur uit, dat hebben we niet gedaan. Maar, we zijn ook we zijn op bedrijven die reclame maken in de lucht. En er zijn piloten die om aan uren te doen. Ook om ze om het brevet te houden. De koning. Ja, de koning kan het betalen. Ja. Maar die vliegen dus gratis luchtreclame. Ja. Maar ik kan u zeggen dat het vliegen van een Cessnaatje is heel simpel. Bijna makkelijker dan autorijden. Het is echt alleen als je op je landingsbaan aankomt en die landingsbaan die komt zo op je af, dan is dat het begin een beetje griezelig. Goed, dat had ik nog willen. De bedoeling is ook dat je op de landingsbaan aankomt. Ja. Ik zeg, de bedoeling is dat de landingsbaan niet op je afkomt, maar dat je de landingsbaan afkomt. Ja, maar je komt, je gaat sinds daar en dan komt echt. Dan heb ik hier nog bladzij. Hoe laat is het? Bladzij van half. Dan heb ik hier, gaan we hier even verder op. Met z'n hoeveelen zijn we? 1, 2. Ik heb zelf niet geworden. Vijf. Ik heb vijf. Vijf stuks. Kunnen die uitdelen? Jazeker. Vijf. Er staat rechts, linksboven, toe. Dat is 15. Bladzij 15, omdat we hadden afgesproken dat we dingen die echt een beetje moeilijk en die ver van onze dagelijkse routine zijn, dat we die niet doen. Omdat we, en er zijn genoeg dingen hier in Mooi Katan waar we wel mee te maken hebben. En daar zou ik dan een. In plaats van een punt, vandaar dat ik hem toe gaat, want als ik in de andere kant, dan is het mooi. Ja? Ja, dat zo hoor. Is even kijken, waar moeten we beginnen? Ja, we moeten beginnen, als u het goed vindt, op de... Je hebt een gedeelte van heel brede letters en een smalle. En als we van de smalle naar boven gaan, de smalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6... De zesde, dus van beneden van de, waar het smal is, naar boven toe, zesde regel. Aveel Asur Laniach Tfilin. Hebben we dat? Van boven is het veel meer. Het is drie kwart van boven. En van beneden is het de zesde regel, dacht ik. Ja. Daar staat Aveel, Asur, Laniach, Tefillin. Ja. Oh, geen Tefillin. Even vinden. Ja. De Gemara gaat hier een aantal, er zijn een aantal dingen, die weten we allemaal van halacha, die iemand die een aveloet is, iemand die dus een avel is, dat hij die niet mag doen. Er zijn, onder andere is dat tefillin. We gaan nu al een aantal dingen af. Die geen tefillin mag leggen. Een avel mag tefillin leggen. Een aveel mag de filling leggen, maar even kijken, maar volgens de halacha wel, maar volgens de, kijk, de Gemara is een oorspronkelijke discussie wat wel en niet mag, daarna heeft men het veranderd, maar volgens de Gemara zelf,
de Gemara zelf, ja, maar dat komt vaak voor. De Gemara komt altijd met bepaalde dingen en die zijn later halachisch bijgesteld. Maar in principe is het zo dat een Avela, kijk, Avela Sulanir Tvilin, en zegt de Gemara, waar weet ik dat van? Kijk, er zijn natuurlijk een aantal dingen, en zeker wanneer die te maken hebben met, u weet dat een heleboel dingen van Abilut zijn minhagin. Het zijn niet echte, zeker niet minoraita geboden, maar het zijn minhagin. Minhagin die men dan kende, die ingesteld zijn en ook, dus laten we zeggen, een halachische stempel hebben gekregen uiteindelijk. Die niet allemaal precies overeenkomen met wat de Gemara daarover zegt. Men heeft sommige dingen zwaarder gemaakt, sommige dingen lichter gemaakt, et cetera. En of een van die dingen is het verschil tussen Tisha B'Av en de andere Taniot. Wij houden het zo dat op Tisha B'Av hebben wij een heleboel extra Isurim die de andere Tanaisim niet hebben. De andere Tanis is gewoon dat je niet eet en niet drinkt, klaar. Maar wat we allemaal op Tisha B'Av doen, dat we geen leren schoenen aan hebben en dit niet meer, dat oorspronkelijk was het zo dat alle Tanaisim zo waren. En men heeft toen, om te onderstrepen dat Tisha B'Av toch erger was, omdat dat eigenlijk de ondergang van het hele Joodse staat geweest is met de verwoesting van het Beit HaMikdash, heeft men Tisha B'Av zo gelaten en de andere Tanaisim allemaal lichter gemaakt. Ieder andere Tanit, of het nou Shivas Rabbe Tammuz is, of Asarabe Teweet, dan mag je dus, of tenminste daar is de halacha, dat je niet moet eten en niet drinken. En that's it. Dat je daar misschien niet naar een theater moet gaan, dat heeft daar natuurlijk niks mee te maken. Maar de bedoeling is gewoon een aantal dingen die je niet doet. Maar Tisha B'Av, al die extra dingen, die, en dat is dus zo. Dat heeft men zo gelaten en de andere heeft men verleerd. Een andere opvatting was dus dat men nergens verzwaringen gehad heeft en dat men later alleen Tisha B'Av verzwaard heeft om te onderstrepen dat het erger is dan de andere Tanaisim. Dus het zijn allemaal dingen die, er zijn dus kleinigheden die door de halacha in de loop van de tijden, totdat het een halacha geworden is, aangepast zijn en die niet altijd exact overeenkomen met hoe de Gemara het eigenlijk wil hebben. En hier zegt de Gemara dus zonder verder iets, Aveel asur lanir tvilin, en Aveel moet geen tvilin leggen, en waar weet ik daarvan? Dan kun je natuurlijk zeggen, dan kom je op een terrein waar, wat we zo vaak zien, dat de Gemara een pasoek brengt, die in wezen eigenlijk helemaal niet iets ermee te maken heeft, of tenminste niet direct, maar waar de Gemara dus een bepaalde minhak bijvoorbeeld, of misschien zelfs het dien, aan vastknoopt. En wat is de reden dat een aveel dus, zegt de Gemara hier, geen tefillin moet leggen? Dat is, medika amar lera gamana, omdat in Tanach staat, Hakadosh Baruch Hu zei, legeskel, tegen Jegeskel, toen hij in Avelut was, toen zijn vrouw was overleden, als ik het goed heb, perega, gavosh alega, dat tefillin, die moet je niet opleggen, perega, jouw kroon, gavosh alega, die moet je niet opdoen, nu in deze periode, michlal, en daar zie ik uit, zegt de Gemara, de goele alme Assur, dat je daaruit kunt leren dat iedereen die aanwezig is, dus net als jij nu op dit moment, geen tefillin moet leggen. Ja? Vraagt de Gemara, menude mau betfillin. En dat is altijd weer doorvragen van de Gemara. Wat is dan? Want we hebben het dus in de Mishnah geleerd, die heb ik nu niet opnieuw weer helemaal herhaald, maar we hebben geleerd dat een menude, iemand die in de ban gedaan is door het Betin, dat hij eenzelfde aantal halachot heeft als een aveel. Hij mag ook niet komen in de gemeenschap van de gemeente, en hij mag ook niet opgeroepen worden, en hij moet ook zich afzonderen, et cetera. Dus nu vraag ik hem maar, wat is nou met een menude? Mag die wel of niet tefillin leggen? Daar is geen speciale pasoek voor.
Dus zegt de Gemara, teku, weet ik niet. Simpelweg, weet ik niet. Je kunt alle kanten op. Je kunt zeggen, logisch geredeneerd op grond van zijn situatie, zou je zeggen, hij moet het niet doen, want hij heeft dezelfde dinim, heeft dezelfde status als een soort aveel. Maar we hebben geen pasuk die daar iets over zegt. We hebben geen aanknopingspunt. En als je dus mij vraagt, heb je daar een duidelijke pasuk of een ander iets voor waar je op kunt steunen om te zeggen, hij mag het wel of hij mag het niet. Dat is er niet. Dus teken, kan ik je daar geen gemotiveerd antwoord voor geven. Eventjes iets kijken hier. De Gemara verder op trouwens, Tapin verder, die spreekt over wat precies de bedoeling is van een aveel mag in het vinden leggen. En daar wordt gesproken over het aantal dagen. En daarvan is afkomstig de halacha, zou je kunnen zeggen, dat een echte aveloed, is alleen maar één dag. Alleen de eerste dag is echte aveloed. Geen drie dagen? Nee. Later heeft men het tot 7 dagen gemaakt, op grond van allerlei psukim ook. En daar heeft men weer een verschil gemaakt. Inderdaad, de eerste 3 dagen zijn wat zwaarder. En de dagen, maar dat is allemaal minhak die daarna gekomen is. Maar echt, midoraita, dat je 1 dag verplicht bent aveloed te houden, en dat je verplicht bent, is 1 dag. Hier zie je duidelijk hoe vaak je de halaga veel zwaarder geworden is dan de oorspronkelijke toestand eigenlijk vereist. Maar daar komen we later op terug, als er maar inderdaad gaat spreken over die dagen. Is het niet zo dat de filien worden beschouwd als een vorm van versiering? Ja, een PR, ja, een kroon. Hotel Israël met Tif Ara. Ja, Hotel Israël met Tif Ara. Hij kroont Israël met Tif Ara, met een kroon. En daar mensen die raken dan altijd te filien aan bij je tafel. En ik doe het niet. Het is, de bedoeling is, ja. En nu gaat het maar een aantal andere persoonlijke situaties af, waarin je ook zou kunnen zeggen, moet je nou wel of geen tefillin leggen. Met Sora, hoe zit het nou met een Sora? U weet dat met Sora, iemand die melaats is, dat is niet alleen gewone onreinheid, maar die moest, uit het kamp verwijderd worden, dus uit de uit zijn omgeving verwijderd worden. En hij moest daarna een heleboel dingen doen voordat hij weer rein werd. En niet alleen duurde dat ook 7 dagen, maar hij moest een aantal dingen doen. Onder andere was een korban brengen. En met andere woorden, hij was ook in. Er staat, kijk maar. Tashuma, zegt hij maar. Tashuma, kom en hoor. Er staat een pasuk. Waar Hatsarua. Er staat het woord Hatsarua, le rabot kohen gadol. Hatsarua, dat is dat woord had niet als, dat vind ik altijd heel moeilijk. Dat woord had of niet hoeven te staan, of het had er niet met zo'n onderstreping, we Hatsarua, en degene die met Zoraat heeft, die moet zich onderwerpen aan de bepaalde dinim. Zegt ik maar, dat is een, dat sluit iets in, dat woord we Hatsarua. En degene die zo is, en dat is le rabot Kohen Gadol. En dat is om in te sluiten bijvoorbeeld de Kohen Gadol, die in een heleboel situaties, zoals u weet, ook met Avelut, een uitzondering is, omdat hij is de Kohen. Hij is de hoogste autoriteit in de dienst van de Beit HaMikdash. En hij mag eigenlijk niet als een aveel door het leven gaan, zou je kunnen zeggen. Hè? Mag zich niet als een aveel gedragen. Dat past niet bij zijn status. Ja. En de pasuk gaat daar verder. Begadaf yufrumim. Van de tsarua, diens kleren moeten dus
niet netjes zijn. Sheyom Koraim. Letterlijk dat er een kriya, een scheur in is gemaakt. Rosoye Parua. En ja, dat is, wat betekent dat? Zijn hoofdhaar moet Parua zijn. En één Perua, Ella Gidul Sear. En Perua betekent, wij zullen zeggen, onverzorgd. Die de Rabbi Eliezer. En Rabbi Akiva meer? Nee. Neemra le shon havaya beros. De neemra le shon havaya bebeget. De uitdrukking, en dit is een moeilijke limoed. De uitdrukking havaya, zijn, staat twee keer bij een metzora. Eén keer staat het bij de kleren. De begadaf yiyu. Yiyu is van havaya, zullen zijn. Begadaf yiyu furumim. Zijn kleren moeten. En één keer staat het bij zijn hoofdhaar. Dat staat er ook. Rosso yiye parua. En het feit dat daar twee keer staat het woord yiye, dus het, van de stam zijn, dat betekent, zegt Rabbi Akiva, ma havaya ha'amura bebeget davarshu chutz migufo, net als een kledingstuk moet zijn, dus het woord moet zijn tussen aanhalingstekens, moet zijn, niet netjes, en dat in beget is iets wat niet aan je lichaam vast is, maar het is een voorwerp wat je aandoet, maar los is van je lichaam. Af havaya ros. En zo ook moet je verklaren wanneer er staat zijn hoofdhaar moet zijn. Rosso, yiye parua. Dan moet dat ook zijn. Davar shechutz migofo. Dan moet dat ook zijn iets wat niet aan het lichaam vast is. Dus je moet het niet verklaren als zijn. Hij moet zijn haren moeten wild laten groeien. My love. Dan moet je zeggen, dat zijn het tefillin. Zie je hoe moeilijk deze limoedim eigenlijk zijn? Rabbi, maar je moet het ook omdraaien. Hè? Je moet zeggen, het was zo dat de minnak was, dat iemand die dus aveel was, dat hij geen tefillin opdeed. Want tefillin is een symbool van een kroon. Kroon van die je dus draagt, een religieuze kroon. En Rabbi Akiva had dus ook die overlevering. Maar die zei, kijk, jij wilt zeggen, hij moet zijn haren niet gekamd zijn. Nee, dat is niet waar. De overlevering is dat hij tefillin niet moet leggen. En hoe weet ik dat? En dan komt die moeilijke limoed van, hier staat, zijn kleren moeten zijn, hè, zijn kleren moeten zijn, niet netjes, en zijn en zijn hoofdhaar moet zijn. En dat zijn, dat twee keer dat werkwoord zijn, betekent dat er een overeenkomst moet zijn tussen het eerste en het laatste. En dan zeg ik, Rabbi Akiva, dan is de overlevering zo. Hij moet geen tefillin dragen. Tefillin zijn iets wat niet aan je lichaam vastzit, maar het is los van je lichaam. Dus moet je zeggen, het een is net als het kledingstuk, los is van je lichaam. Heeft dat woord zijn is een soort gezera shava, en dus een soort, hetzelfde woord maakt, dat, die regel kennen we toch, maakt soms een vergelijking van een en een ander, een en een andere halaga, om te laten zien dat ze een gezamenlijk punt hebben. En hier zeg ik dus, wat is het gezamenlijke punt? Het gezamenlijke punt is, het hoeft niet iets zijn wat vast is aan je lichaam. Dus jouw conclusie, dat betekent alleen maar je haren moet wild laten groeien. Nee, dat is niet waar. Dat betekent, je moet geen tefillin leggen. Het gaat, dat woord zijn, maakt een zorg. Het is een hele moeilijke limoed. Maar we vinden dat heel vaak terug. We hebben een tijd geleden, hebben we een aantal agadot geleerd. En hebben we dat ook steeds weer gezien. Een aantal dingen wat steeds terug werd gegrepen naar een pasoek. Ik heb dat toen ook uitgelegd, ook vermeld. Dat die pasoek is een soort kapstok om het op te hangen. Om je zou als kunnen zeggen, meer om het te onthouden. Dan dat de oorzaak is, de regel, dat het echt daarvan afkomt. Men heeft dus bij de verklaring van de Torah, men zegt dat de Torah is het woord van de Kosworgu. Kijk, en de Mishne en de Gemara en alle andere
Svarim zijn gewoon uitleg en zijn van de Chachamim geschreven en zijn van geleerden gemaakt. Maar de woorden van de Torah hebben een extra dimensie, omdat ze door Akkos Borgu, zeggen wij dus, gegeven zijn. Dus je leert uit ieder woord, leer je ook dingen die er niet zo makkelijk, zeggen, nou, dat is heel makkelijk, dat is in die woorden inbegrepen. Nee, soms is het gewoon een hele moeilijke afleiding, maar toch kan ik zover gaan om te zeggen, die afleiding kan ik maken, want anders had de tekst eenvoudiger kunnen zijn. En het is altijd een beetje moeilijk om te vinden hoe dan, maar door bepaalde woorden, zelfs bijvoorbeeld, hebben we ook gehad in het verleden, soms alleen maar een he, dus een de he hayedia, hè? Het, dit is, de extra he, waarvan je zegt, nou, het is niet noodzakelijk, of een extra waaf, die niet noodzakelijk is, daar leer ik al iets van af, want ik had die eigenlijk niet nodig gehad om te doen. Goed, ik zal vandaag hierbij stoppen. Maar we zullen nu in vervolg een heleboel dingen die te maken hebben met Avilut zien dat die teruggebracht worden op een pasoek in Tenach. En daar moeten we dan voor halen gaan, moeten we het daarmee doen. Waar wordt dat verschil voor die 3 dagen en die 7 dagen? Waarom is dat? Dat zijn maar psoekien. Allemaal wat in de geschiedenis plaatsgevonden heeft van de mensen uit die tijd. Dan worden de psoekien worden zo uitgelegd. Wat is met het Shabbat onderbreken van? Ja, Shabbat, dat krijgen we direct volgende keer. Shabbat is een, Avelut is een geestesgesteldheid. Ik heb al eens gezegd, het Jodendom is niet echt een emotionele religie. Je emoties zijn één ding, maar de Shabbat is zo'n verheven dag die verlangt een zekere vreugde, net als de Chagim, want er staat bij de Chagim ook, we samachta begagega, je moet vrolijk zijn op de feestdagen, dat is een dag voor je, je benaderen tot de Akkos Borgu, dus je verheffen boven je dagelijkse sleur, daar past niet bij. En hoe moeilijk dat soms kan zijn, maar... Maar daarna begin je weer met je. Ja, daarna begin je. Omdat je... En dat is zo psychologisch. Ik heb dat heel... Telt die Shabbat als een dag of niet? Die Shabbat telt mee. Dus het is de 4e dag. Ja. Maar er is geen Abilut bij. En dat is voor sommige mensen heel moeilijk. Bijvoorbeeld als de Avilut is, ze begint op Cholom Moed, net voor jongen, en de Avilut wordt afgekeken, dan is de Avilut wordt afgesloten, die geldt niet meer. Dan is het rouwproces, zeggen de psychologen, is veel moeilijker dan iemand die dus heeft. Maar dan zeggen wij, maar de halacha is geen emotioneel iets. De halacha is iets van, zo moet het zijn. En dat klinkt soms wat ruw. Het is een kroket komt eruit aan. We kunnen deze muur van de halen. Ik kan meenemen. Ja, heel moeite gedaan om het. Ja, daarom. Heb ik zo bij z'n honden. Dit is het ook. Oh, dat is, ja. Max, nog een. En de rechterbuurman die heeft bepaald, ook dezelfde bepaald. Dus via mij krijgt ze elke keer. Ja, meer kan ik niet nemen. Ik ken het verhaal. Ik ken het verhaal, ja. Dank u wel, dokter Weerlossi. Dank u wel. Ik vind wat een lieve geen adem meer. Ja, nou goed, mijn buurman die ik... Ja, wat kun je doen? Ik krijg alleen maar... Je moet zo doen. Geef ze niet zo goed laat, hoor. Ja, nee, dat hebben we. Ja.